Deze week een terugblik op de algemene ledenvergadering. Daarin spraken we over de gevolgen van het regeerakkoord voor gemeenten en met name voor de hervormingsagenda jeugd. De nieuwe minister van BZK, Hanke Bruins-Slot, was ook aanwezig en onze voorzitter Jan van Zanen sloot zijn speech af met een boodschap speciaal voor haar. Beste minister, we hopen in u een hoeder van alle gemeenten te vinden. Maak van die valse start alsnog een vliegende start. In het belang van de goede bestuurlijke verhoudingen, in het belang van de samenwerking, het bestuur van ons land, maar vooral in het belang van onze inwoners. Ik had een gesprek met de minister en ze ging daarin in op de bestuurlijke verhoudingen. En een van de zaken waar we komende tijd echt werk van moeten maken is dat je ziet bij de taken die gemeenten hebben of taken die erbij komen, dat de verantwoordelijkheden, de bevoegdheden en de financiën vaak uiteen gaan lopen. En daar hoop ik en wil ik heel graag ook met de VNG werk van maken, dat we een uitvoeringstoets maken waarin dit soort aspecten echt vanaf het begin af aan sterker in zitten. Zodat uiteindelijk als je als gemeentelijke overheid, en ik zeg altijd dat is echt de eerste overheid, dat je dan ook aan de slag kan gaan met een gereedschapkist die deugt, die werkt en die je langjarig kan volhouden. Dan de hervormingsagenda jeugd. De leden stemden unaniem in met de resolutie om de hervormingsagenda op te schorten. Totdat er een principeafspraak is gemaakt met het nieuwe kabinet, waarin zij erkent dat de uitspraak van de commissie van wijzen volledig wordt gerespecteerd. Met de eenzijdige besparing in 2024 en 2025 die het nieuwe kabinet nu voorstelt, komt passende hulp voor kwetsbare kinderen in het gedrang. Gemeenten moeten, met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, meerjarig weten waar ze aan toe zijn. Vandaar dat we blijven pleiten voor het afschaffen van de opschalingskorting. Nieuwe colleges moeten meerjarig beleid kunnen maken. Als laatste de herijking van het gemeentefonds. Gemeenten stemden tijdens de ALV in met de resolutie om het nieuwe verdeelmodel van het gemeentefonds in te voeren. Maar pas als dit verdeelmodel in lijn wordt gebracht met de aanbevelingen van het ROB-advies. En ook als de koek is vergroot. Tot volgende week.